Thijs Meulemeester dus met El Capone van start. Daarna nog 7 combinaties te gaan. We zien nu al dat hij sneller is dan de voorgaande deelnemer, omdat hij het behoorlijk tempo zet in de wendingen. Maar ja, het is natuurlijk de eerste taak is om foutloos te blijven. En dat is hetgeen wat hem nu tot nu toe al nog steeds lukt. Ziet er goed uit. Is echt een snelle rit dit. Komt zeker onder die 41,73. Daar ben ik van overtuigd. Hij is zelfs een stuk sneller. En hij is ook zelfs foutloos. 37,71. 37,71 voor Thijs Meulemeesters uit El Capone. Hele goede rit. Daarmee de leiding over van Jan Kopp. Dames en heren, we zijn bij de 6e editie van het paardenevenement in Hardenberg. En de voorzitter van Stichting Paard is Jan Roelof Meesters. 4 dagen schitterende paardensport al. Wat zijn bij u de indrukken tot nu toe? Nou, de indrukken zijn diversiteiten van activiteiten hier. We hebben hier een beurs met de 80, 85 standhouders waar alles te zien is, te ervaren is in een beleving van de paardensport. Daarnaast een showpiste met gigantisch fijne shows. Op dressuur, springen, vaardigheid, springen zonder zadel, is net afgelopen. Echt een happening, er staan ongeveer 2000 mensen rond de ring heen om die beleving en sensatie mee te maken. En nu, vorig jaar waren er bijna 20.000 man publiek, ja. Hoe gaat dat dit jaar? Op dit moment zeker niet minder. Op dit moment, we hebben nog 1 dag te gaan, vanavond weer een hele fijne avond. Het is nu even rustig, ombouw naar de grote prijs van de Rabobank die nu straks verleden gaat worden. Maar gisteren een topavond met ruim 3000 bezoekers in deze En we staan straks aan de, nou ja, we zijn aan het moment, straks begint de grote prijs van Hardenberg met ook een 40-tal combinaties. Ja. Dat levert natuurlijk ook goede sport op, denk ik, hè? Ja, goede sport. We hebben een heel fijn deelnemersveld. Beter en mooier dan vorig jaar, daar zijn we trots op. Alles te maken met accommodatie, goede bodem, fijne parcoursen. Ja, dat levert veel ruiters op. Ik denk inderdaad, dan komen de ruiters hier graag naartoe. Ja. Maar de 7e editie, daar denkt u natuurlijk ook alweer aan. Ja, absoluut. Gaat u het verder uitbouwen of gaat u op dezelfde lijn voort? Nee, we gaan op hoofdlijn wel op dezelfde lijn voort. Maar we willen wel elk jaar wat nieuwe dingen inbrengen, nieuwe verrassende elementen. Dus we zijn aan het uitbouwen en ook volgend jaar belooft weer wat nieuws te gaan worden. Nou, dan hoop ik dat er weer heel veel mensen hier naartoe komen. En ik wens u heel veel succes met deze editie, met morgen nog. En met volgend jaar vast met de voorbereidingen. Prima, dank u wel. We gaan er wel moois van maken. Zeker dat. Dames en heren, ik sta hier met Peter Snijders, de burgemeester van Hardenberg. Alweer zo'n mooi evenement in Hardenberg, hè? Ja, prachtig. Dames en heren, een geweldig mooi evenement hier in de evenementenhal. En ik ben erg blij mee dat het hier wordt georganiseerd. Verrast u dat niet? Want u bent nu, ik weet niet hoe lang, burgemeester. Ik denk een jaar ongeveer. En er zijn ontzettend veel, wordt hier georganiseerd in deze gemeente. Ja, dus ongelooflijk. Maar vooral ook dit evenement Paard 2013 nu heeft een enorme uitstraling in de hele regio wel. Mensen komen van heinde en ver om hier indoor paardenconcours te kijken. Dit is eigenlijk het hippische evenement voor Noord- en Oost-Nederland, zeg maar wel. Hè? Maar wat heeft uw eigen relatie met paardrijden? Ik neem aan dat u zelf natuurlijk ook een fervent ruiter bent. Nou, ik heb wel eens paard gereden, nog niet zo lang geleden zelfs ook. Maar op dit moment in de familie beoefenen we niet actief de paardensport. Naar welke sport gaat u speciale interesse naar uit? Nou, als burgemeester probeer ik nog af en toe hard te lopen. Dat gaat nog aardig tussendoor, kun je dat nog organiseren. Van huis naar het gemeentehuis neem ik aan. Nou, dat is 10 kilometer, dat zou kunnen, maar ik doe dat toch liever op andere tijdstippen. Maar ja, nee, hardlopen, dat is mijn ontspanning. Maar het valt me wel op, vorig jaar was u ook op tijdens dit evenement, dit jaar bent u er weer. Het vindt u op zich een schitterend evenement dus blijkbaar. Ja, het is een mooi evenement omdat je combineert sport met toch het ontmoeten van heel veel mensen. We hebben vanavond als gemeente Hardenberg een netwerkevent er aan georganiseerd. We hebben ondernemers uit Drenthe en uit Twente uitgenodigd om te kijken wat Noordoost-Overijssel te bieden heeft. Wat Hardenberg hier in deze evenementenhal te bieden heeft. Want neigt Hardenberg nu meer naar Twente of naar Drenthe? Nee, geen van beide. Wij voelen ons verbonden bij de regio Zwolle. Vechtdal dan toch? Regio Zwolle, daar hoort het Vechtdal bij. Dat is ons uitgangspunt. Maar we liggen natuurlijk wel helemaal aan die oostkant van die regio. En we kunnen ons niet veroorloven om niet naar Drenthe en naar Twente te kijken.
Nou, mooi dat u tijdens zo'n evenement dit soort netwerk toch kunt organiseren. En dat is alleen maar goed, denk ik. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. En combineer het nuttige met de aangename hier. Hartstikke mooi, dank u wel. Ik sta hier met Jacques Meulman, de parcoursbouwer. Hier is zojuist de grote prijs van Hardenberg gestart. Een aantal deelnemers nu in de ring geweest. Nog geen foutloze. Wat beoogt u met dit parcours te bereiken? Ik hoop na afloop dat ik 7 foutlozen heb. Maar van de hoeveel starters zijn er? De komende 39. Van de 39 hoopt u dat er ongeveer 7 foutloos komen. En u heeft een behoorlijke ervaring, dus meestal komt dat wel zo uit, hè? Ja, maar daar moet ik een beetje geluk mee hebben, hè. Want kijk, de wijsheid heet nooit in pacht. Dus als je geluk mee hebt, dan kan het gebeuren. En als je het geluk niet mee, kan het ook zo anders uitvallen. Maar het deelnemersveld is sterk, dus heeft u dan ook een extra zwaar parcours neergezet? Ja, staat er reëel in 45 parcours, dus dat is voor de deelnemers die hier zijn heel zwaar. En ik zie al dat op alle hindernissen bijna fouten worden gemaakt. Dus of die 7 foutlozen er komen, is voor mij nog een vraag. Ja, want kijk, daar moet je dan ook geluk mee hebben. Dus, kijk, vaak als er 1 schaap over de dam is, komen er meer. Maar het kan ook net de andere kant op vallen. Maar alles is hier prima op en top geregeld. De bodem is goed, de hindernismateriaal is goed en een geweldig publiek hier. Dus alle ingrediënten aanwezig voor een spannende wedstrijd. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat is, alles is aanwezig hier. Dus hele mooie accommodatie. Dus. Maar waar zit de moeilijkheid in het parcours? Nou, zeg maar, van 1 naar 2 is normaal, van 3 naar 4 is al een kort afstand. Ja. En daarna is het reëel aan de maat gebouwd parcours. Dus met name de eerste 4 hindernissen een beetje technisch gebouwd en daarna behoorlijk zware sprongen. Nou, hartelijk dank voor het beantwoorden van deze vragen en ik ben benieuwd. Maar nu Isabel van Straten. Een 9 jaar oude mede nakomeling van de hengst Rasje. Het basistempo ligt hoog. We zullen zien of ze ook in staat is om die korte wendingen te gaan rijden. Want daar zal het uiteindelijk toch wel de tijd mee moeten worden gewonnen. De eerste 2 hindernissen gaan snel. En vervolgens naar die oksen. Kijken of zij ook voorlangs gaat. Doet zij ook. En dan moet het precies passen. En dat doet het. Ze is zeer snel. Ook dat komt goed uit. Nou, het zal erom spannen, dames en heren. Nog 2 hindernissen te gaan. Die grote okser. En dan tenslotte op weg naar die stijlsprong. En dan proberen onder die 40 seconden uit te komen. Dat gaat waarschijnlijk lukken. We zullen zien. Het blijft inderdaad 4-0 fouten in 39-24. Voor Isabel van Straten met Socialis. 0 fouten in 39-24. Ik geef het je te doen om dat nog te verbeteren. Angelique Hoorn behoeft eigenlijk geen introductie. Bekend geworden met haar paard Haskal. Ze rijdt nu met Zaskal. Van de grote prijs. En is Angelique Hoorn weer op de weg terug om weer tot aansprekende prestaties te komen? Dat zullen we zien. Ze heeft weer een aantal talentvolle paarden op stal staan. Waarvan deze Zaskal er één is. En ik ben benieuwd of ze ook al met dit jonge paard in staat is om een hele snelle tijd neer te zetten. Want dat zal toch moeten gebeuren om die eerste plaats vanavond te pakken. Amazone met een enorme staat van dienst, met enorm veel ervaring. Olympische Spelen reeds gereden in 2008. En dan nu misschien wel weer op de weg terug. De eerste 3 hindernissen. Is ze snel. Ze zit zeker in de buurt van die 38-24 om daarop uit te komen. Dat ziet er goed uit voorlopig. Het zal erom spannen. 2 hindernissen nog te gaan. Die zware okser die nu komt. En vervolgens rechtsom naar die stijlsprong. Het is snel, het ziet er goed uit. Dit zal wel eens de winnende rit kunnen worden. We zullen zien, dames en heren. Het lijkt er sterk op. Ja hoor. Ja, foutloos. 0-37-71. 37-71. Overtuigend op de eerste plaats.
Het is de avond van de Amazones, lijkt het wel. Isabel van Straat op de tweede plaats, maar Angelique Hoorn die staat veilig op de eerste plaats. Angelique Hoorn, winnares van vanavond de grote prijs van Hardenberg. Van harte gefeliciteerd. Vertel eens even iets over jouw rit. De eerste rit liep eigenlijk ook precies zoals ik wou. Een paard sprong heel goed, gaf me een goed gevoel. Dus ik had ook het idee dat ik er in de barrage voor kon gaan. Er waren veel korte wendingen waar mijn paard ook goed in is. Dus ik wist dat ik een kans had om te winnen als alles liep zoals ik wou. En dat gebeurde ook eigenlijk. En je bent bekend geworden met je paard Haskal. En dit paard heet Zaskal. Ik neem aan, familie? Ja, zelfde moeder. Andere vader, dezelfde moeder. En ik hoop dat hij net zoveel gaat winnen. Je hoopt het. En verwacht je dat ook een beetje? Ja, verwachten is altijd moeilijk natuurlijk. 1,40 is nog weer heel wat anders dan een 1,60 parcours. Maar ik denk dat de potentie er is, dus we gaan oefenen. Je hebt in je carrière al vele overwinningen geboekt. En is deze nog van speciale waarde? Ik ben er sowieso heel blij mee, ja. Zat de laatste tijd niet erg mee, dus ik was wel een keer weer aan een overwinning toe. Nou, dat is dan prima gelukt. En hoe is het verder met je paardenmateriaal? Heb je veel talentvolle paarden voor de toekomst? Dit is sowieso mijn oudste paard en ook mijn beste paard op het moment. Ik heb van allerlei jonge paarden heb ik wel, maar het is zo moeilijk om te zeggen wat nou die ene speciale is. Dus op het moment is het eigenlijk mijn enige toppaard. Veel onzekerheden in de paardensport, dat is bekend natuurlijk. Wat vind je van het concours hier in Hardenberg? Ja, geweldig concours. Kijk, het is één dag, dat vind ik ook heel fijn. Je bent gewoon één dag op pad met 6 paarden. Je hebt wat te doen. Het is een prachtige sfeer. Veel publiek, wat je toch op veel wedstrijden ook alweer mist, vind ik, in Nederland. Hier is publiek, het is enthousiast, de entourage is fantastisch. Dus ja, het kan niet beter. Nou, ik wens je veel succes en ik hoop nog veel van jou te horen, maar ook met je paard Zaskal. Dus wat dat betreft, veel succes. Dankjewel.